Goedemorgen sportvrienden, een dag na de vlucht. De Soissons hadden we gisteren. Een snelle vlucht. De duiven maakten een hoge snelheid. En hier in mijn handen heb ik dan onze eerste duif. Een schitterende jaarling, een van onze favorieten, Kees. Ja, prima. Prima. Prachtig duivinnetje. Rechtstreeks uit die wonderduivin Indy, waar al zoveel topduiven uitkomen. Soumali heet ze. Ze won vorig jaar als jonge duif onder andere al een 9e NPO Perronnen, toen we 1 tot en met 10 speelden van 6000 duiven. En dit jaar heeft ze ook alweer een aantal kopprijzen te pakken, want dit is alweer haar 6e prijs van de 18 zetten, maar van 4 keer 1 op 100. En wat vorige week zat ze van Kivren ook rats aan de kop en speelde volgens mij de 25e van bijna 5000 duiven en nu de 14e van 4800 duiven. Een echte Jansen van Loon daarvin. Uit Indy, met als vader Nieuw Don Leo, die andere topvererver, kleinzoon van Don Leo. Super gespierd, klein, niet te veel rug, maar een duif die echt naar huis wil komen. Met enorme wilskracht. Prachtig, de duiven kwamen weer goed. We hadden 103 duiven mee. We spelen er 8 bij de eerste 100 van bijna 5000 duiven. Dus wederom een prachtig resultaat. En vandaag of gisteren waren het echt de winnen die... Ja, die het voorbeeld gaven. In tegenstelling tot de weken daarvoor, waar het vooral doffers. Maar nu allemaal te vinden en ze zaten ontzettend hoog. Hè? Ja. Ze knalden gewoon al door. Dus een aantal kwam ook van de achterkant. Maar desalniettemin was deze de winnaar prachtig op tijd. Kees, de snelheid de winnaar deed het ook weer goed, hè? Jouw kleine hokje. Kwam wel prima. Ik had er zelf 18 mee en Joke had er 12 mee. Ik speelde zelf 15 prijs. Dus ja, de prestatie is wel goed. En de dagvondduiven kwamen gelukkig ook goed. Wie weet volgende week een mooie uitslag op de dagvond. We zullen zien. Ja, dan op de tweede dagvondvlucht volgende week 507 kilometer. Ja. Ik moet zeggen, die duivinnen die hadden zich knap hersteld. De doffers trouwens ook. Ja. We noemen dat de NPO-doffers en de NPO-duivinnen. Ze waren allemaal weer mee. Want wij zeggen altijd rust, roest. Ze krijgen een fantastische verzorging. Ze worden echt klaargemaakt voor iedere vlucht. En iedere week mee. Moet een moderne postduif absoluut kunnen.